Nou, daar gaan we, mensen. Ja, maar zo. Kijk dit. In deze hal voel ik me echt als een vis in het water. En dat komt omdat ik zelf ook jarenlang op hoog niveau geturnd heb. En daarom vind ik het ook extra leuk dat mijn gast van vandaag in Clubgenoten een oud-turnster is. Oeps. En dit is een foto van het team van de Hazekamp uit Nijmegen uit 1987. En wat opvalt aan deze foto is dat bijna alle meisjes heel erg vroeg gestopt zijn. Dit meisje, Mariska Petrovic, zij werkt tegenwoordig als zangeres en is bezig met een eigen cd. En dit meisje, Maaike Hopman, zij werkt tegenwoordig als acupuncturist. Hoppa! Zo, en dit hier, dit meisje in het blauw, dat is mijn hoofdgast van vandaag, Elvira Becks. Begin jaren 90 was zij veruit de beste turnster van Nederland. In 92 deed ze mee aan de Olympische Spelen in Barcelona en zij deed daarmee aan de meerkampfinale. Dat is echt een hele bijzondere prestatie. Als ik aan Elvira Becks denk, dan denk ik, we deden alles, moesten we 10 keer doen. En dan deden wij het 10 keer. Misschien een keertje 9 keer, maar zij deed wel 12 keer. Altijd geconcentreerd. Niet snel afgeleid. Ze was een beetje een spillebeentje, sprieterig. Niet direct het toonbeeld van de perfecte turnster. Maar wat wel opviel was dat ze licht en ontzettend snel was. Eigenlijk niet zo sociaal. Ja, dat klinkt misschien gek, maar niet met heel veel vriendinnen om daarheen. Maar echt binnen de turnsport heel erg op zichzelf. Extravert aan de ene kant, heel erg gek. En ook wel heel erg zichzelf. En heel erg prestatiegericht, heel erg gefocust. Ze was gewoon, ja, weet je, heel gedreven. Al vanaf het begin. Het was gewoon uit school. Ik denk iets eten, gaan turnen. En we eten en naar bed. Ik was gewoon trots op wat zij op dat moment deed. Maar ik had nooit verwacht dat zij de Olympische Spelen ging halen. Dat was niet in mijn gedachten. Elvira Becks wordt in 1976 in Nijmegen geboren. Ze begint als klein meisje met zwemmen. Maar als ze met een vriendinnetje van haar zus meegaat naar turnles, is ze al snel verkocht. Elvira blijkt de goede combinatie te hebben van een groot talent en de absolute wil om een topper te worden. Na de Nijmeegse turnvereniging De Hazekamp volgt de nationale selectie op Papendal. Becks gaat al jong voor EK's en WK's de wereld over, maar moet in die jaren keihard vechten tegen de grote turnlanden uit het oosten. Als ze op het WK in Parijs 8e wordt, verdient ze daarmee een startbewijs voor de Olympische Spelen in Barcelona. Becks is dan pas 16 jaar, maar het wordt haar hoogtepunt en haar afscheid. Elvira wordt in Barcelona 22e met een puntenrecord dat in Nederland nog steeds niet geëvenaard is. Meteen na de Spelen beëindigt ze haar turncarrière. Elvira werkt vervolgens 10 jaar bij het Cirque du Soleil en geeft tegenwoordig dansles in Amsterdam. Turnhal van de Hazekamp. Heb jij vroeger ook geturnd? Nou, niet in deze. Eigenlijk stond de oude turnhal daar. En, ja. En toen ik begon was het een stukje verder, heet de Reestraat. En dat was gewoon echt een heel klein gymzaaltje. Toen we aan moesten lopen voor sprong, was vanuit de kleedkamer bijvoorbeeld. Echt waar? En heb je zin om iedereen weer te zien? Ja, zeker. Maar ik hoop dat ik ze wel herken. Echt waar? Want het is hoeveel, heel lang geleden. Hoeveel uur per week trainen jullie met elkaar? Weet ik nog ineens meer. Elke middag naar school. En zaterdags waren we volgens mij vrij. En zondags begonnen we dan gewoon weer, volgens mij. Maar heel veel uren met deze meiden. Ik denk dat je ze wel gaat herkennen. Ik hoop het. Komt goed. En sorry Kom. Als ik het niet doe. We gaan turnen. Oh god. Ja, inderdaad. Ik zeg dat wel. Dit? Ja.
Hoe lang geleden is het? Turnen? Mm-hmm. Heel lang. Mis je het? Als je nu zo in de zaal bent, heb je dan niet zoiets van... Nee, mijn tijd is geweest. Ik vind dat trampoline en zo vind ik leuk. Maar niet meer aan de brug of... Nee. Oh, een hele draai, hè? Jezus. Ja. Jezus. Had... Door. Okay. Jessica, die kennen we nog. Ja, hoe kijk ik terug? De droom die ik altijd had na de Olympische Spelen... Dat is gelukt, zeg maar. Dus ja, ik heb een toptijd gehad, zeg maar. Zie jij de Spelen ook echt als jouw sportieve hoogtepunt? Ja, ik leefde alleen voor turnen, laten we het zo zeggen. Mm-hmm. En dan ga je naar Barcelona, dan doe je de opening. Dan loop je daar met ik weet niet hoeveel topsporters van de hele wereld sta je daar. Ja, dat is gewoon een... Ja, supermachtig gevoel. Dat pakt nooit meer iemand van mij meer af. Maar jij bent na die Olympische Spelen, hop, meteen gestopt. Ja, eigenlijk was dat heel duidelijk voor mij. Dat was mijn grootste wens, mijn grootste doel. En ja, ik wou wel weer iets anders. Dus ja, ik heb ook gezegd, na mijn vloeroefening was het laatste onderdeel... In één keer vond ik mijn ouders in het publiek. Ik zei, let op. Dit is de laatste keer dat je me van me kan genieten, zeg maar. Ja, dat was het. Met haar eerste oefening, de sprong, meteen haar beste onderdeel. En die leverde haar op 9.825. Het frelle meisje Elvira Johanna Maria Becks uit Nijmegen hier. Op de brug met de ongelijke leggers. Dat ging goed. En ze kwam tot 9.750. En deze oefening levert haar op 9.650. En daarmee zakt ze dan naar een 26e plaats. Maar met deze oefening op de vloer, haar laatste onderdeel, maakte ze veel goed. En met een puntentotaal van 39. Het beste ooit behaald. Wat vindt ze daarvan? Ja, dat is echt te gek. Ik hoopte het wel, maar... Ja, het is nou echt gelukt. Elvira Becks levert de beste Olympische prestatie tot nu toe. Als Nederlands meisje had je daar echt helemaal eigenlijk niks te zoeken qua medailles dan. Ik kon niet op tegen China, Rusland, Amerika. Ik had een betere sprong als Bokinskaya bijvoorbeeld. Maar ja, zij komt uit Rusland, ik maar uit Nederland. Dus ik kreeg sowieso mindere punten, dus... Ik turnde voor mezelf. Ik wou gewoon het beste laten zien wat ik kon. En dat is gelukt. En daarvoor ben ik daar naartoe gegaan. En je zegt echt van, ik heb keihard getraind, die Olympische Spelen. Dat was mijn doel. Ik vond het allemaal fantastisch, maar was het alleen maar leuk? Nee, er zaten ook mindere tijden natuurlijk bij. Ten allereerste had ik op een gegeven moment een hele leuke... Oost-Duitse trainer. En ja, dat was gewoon de ergste tijd van mijn turncarrière eigenlijk. Kan je daar iets over vertellen? Mijn kleine schmoekstuk. Zo noemde die me. Ja, dat was... hij wou mij zeg maar helemaal afbreken... en weer als zijn turnster opbouwen. Het was gewoon echt een hele gemene, slechte, irritante... Man, ik was bijna toegestopt. Ik zou heel erg graag een aantal filmpjes aan je willen laten zien van je oud-ploeggenootjes. En het eerste filmpje is van Mariska Petrovic. Oké. Mariska Petrovic woont nog steeds in Nijmegen en is al haar hele leven bezig met muziek.
We ontmoeten haar op een doordeweekse avond in een café in Nijmegen, waar ze samen met haar band The Fat Bastards aan het optreden is. Vanavond staat alles in het teken van crowdfunding, want er moet geld bij elkaar gebracht worden voor het uitbrengen van een eigen LP. Ja, ik heb wel iets met echt Amerikaanse roots muziek. Mijn moeder draaide dat eigenlijk altijd sinds dat ik 5, 6 jaar ben. En is die muziek gewoon heel erg aanwezig bij ons thuis. En die had het ook altijd keihard aanstaan, country muziek. Ik voelde mij nooit begrepen op school, op de middelbare school, als ze dan naar mij vroegen waar hou je van. Ik hield toen al van Johnny Cash. En ik zat net toen ik puber was in de jaren 90. Ja, wat had je dan voor een pump up the jam, pump it up, dat soort disco muziek. Dus ik voelde mij nooit begrepen. Om de liefde voor de Amerikaanse muziek te beantwoorden, reist Mariska naar Amerika, bezoekt ze Austin, Texas en het wereldberoemde Nashville en doet zelfs een poging om in Dollywood te werken, het themapark van Dolly Parton. Blijft bij een paar optredens in de lokale cafés, maar haar liefde is beantwoord en haar muziekcarrière krijgt verder vorm in Nederland. Ik ben vanaf mijn 6e bezig met koprollen, met op mijn handen staan, met de spagaat doen. Ik heb altijd gezegd, als ik later een oude oma ben, dan wil ik nog de spagaat kunnen. Nou, ik word wel wat stijver, maar dat wil ik echt. Ik wil echt als ik 60, 70 ben, gewoon nog de spagaat kunnen. De vloer en de balk vond ik vroeger het allerleukst, omdat het toch een soort performance was of zo. Op de balk ook en dan kon ik echt concentreren en dan deed ik een pasje en dan een pirouetje. En op de vrije oefening was het met muziek. En dan was het toch, je stond even in de spotlights of zo, mensen keken naar je. En ik vond dat toch gewoon heel leuk en dat vind ik nog steeds heel leuk, ja. Wauw, ik ben erg benieuwd of ze de spagaat nog kan. Gaan we samen spagaat doen. Hé, hey, en jij hebt zelf ook veel gezongen. Je hebt in musicals gespeeld. Ja, maar ik ben geen zanger en zo. Nee, dat wilde ik even weten. Nee, ga ik niet. Ja, ik heb wel op toneel gezongen. Vooral in Cats was er een... Lori Jopie heette die rol. En dat was samen met een jongen. En ja, dan moest je samen een duetje zingen. Dat kan je niet voorstellen. Nou, kom mee. Ja, waar neem je me mee naartoe? Nou, naar de zolder. Dat is echt een rotzooi eigenlijk hier. Maar hier liggen dus eigenlijk al mijn spullen wat ik niet mee kon nemen naar Amsterdam. Hey, maar vertel, je hebt dus eigenlijk 10 jaar lang uit een koffer geleefd. Ja, elke 7 weken gingen we ergens anders. Maar dit is wel heel leuk. Wat is dit? Dit was het afscheid van het circus van Allegria. Dan hebben ze dus eigenlijk een doek van de tent. Kijk, en dan hebben ze gewoon cool. Alles... Kijk, staat ook Allegria. Oké, ja. Ja, yes. Dit hing dan eigenlijk aan een paal van het circus. Kijk, het zijn alle namen waarmee ik... Dat is leuk. Vroeger of ik naar Londen wou om een klein auditietje eigenlijk voor ze te doen. Hoe oud was je toen? 18, zoiets, 17. En jij dacht... Ik ben niet zo goed in jaren. Oké. Why not? Gaan we wel. Let's go. Maar was niet eerst een soort droom van jou om bij het circus te werken? Ik kende het circus helemaal niet. Je kent... Oh, dat is wel interessant. En toen zag je het en toen... Ik wist helemaal niet wat het was. Nog in 3 weken zat ik in Montreal. Daar heb ik 1 of 2 weken gezeten. En toen werd ik naar Allegria zelf gestuurd, wat op dat moment, en dat is echt het leukste, in Barcelona was. Dus ik had de Olympische Spelen daar. Ja. En het begin van de circuscarrière was ook in Barcelona.
Waarom ben je eigenlijk gestopt met Cirque du Soleil? Nou, ik heb een val op mijn nek gehad in Saltimbanco. En toen moest ik geopereerd worden. Maar dat heeft heel lang geduurd, want ik laat me niet zomaar opereren aan mijn nek. Maar op een gegeven moment voel ik mijn hele arm niet meer, mijn hele been niet meer. Maar dat betekent dus wel dat je niet meer op dit niveau kan acteren. Nee, het is te gevaarlijk. Mis je het heel erg? Ik mis vooral het op het toneel staan. Ja. De mensen het gevoel geven van ja, het is gewoon machtig mooi. Nou, dit is mijn trots. Oké. Toen zat ik op Papendal, het Nederlands team. En dan hadden we een Nederlandse wedstrijd. En toen mocht ik voor het eerst een Nederlands pakje aan. Ik was dan echt niet Elvira Bex van de Hazekamp. Nee, Elvira Bex van het Nederlands team. Nou ja, met 12 ging ik dus weg bij de Hazekamp. Nou, niet weg, maar ging naar het Nederlands team. En ik begon op mijn 8e of zo met turnen pas. Dus zo lang heb ik niet bij de Hazekamp echt gezeten. En ik weet heel veel van de tijd, zeg maar, op Papendal. Ja. En ik weet ook momenten, weet je, met die meisjes hier in Nijmegen. Maar ja, ik weet niet wat er zo meteen gaat gebeuren. Je oude ploeggenootjes die zijn zich boven allemaal aan het verzamelen. Maar voordat het zover is, wil ik nog één filmpje aan je laten zien. En dat is een filmpje over Maaike. Maaike Hopman. Maaike Hopman heeft al een aantal jaren een eigen praktijk waar ze mensen behandelt volgens traditionele Chinese geneeswijzen. Als therapeute is ze gespecialiseerd in acupunctuur. Hiermee helpt ze patiënten met chronische pijn, sportblessures en andere ongemakken. Wat ik interessant vind is dat het geheel meegenomen wordt. Dus het is niet alleen de klacht. Dus het is nu niet alleen maar de rugpijn. Maar waarom heeft ze rugpijn? Je behandelt de blaadjes, maar ook de wortel. Zo zeg ik het altijd tegen de mensen. Het zijn allemaal energiebanen die door het lichaam lopen. Wat deze bijvoorbeeld is, die gaat direct naar de rug. Eigenlijk vanaf hier zo, via het been, het bil, helemaal hier langs. Dat is ook de reden waarom ik deze hele baan masseer en niet alleen hier. En nou doe ik een combinatie met naaltjes, wat zorgt dat dus de energie die hier niet lekker loopt, weer in beweging gezet wordt. En je kan het zien als een file. Die stilstaat en ik probeer die file weer in beweging te krijgen eigenlijk. Een belangrijke motivatie voor Maaike om in deze wereld van natuurgeneeskunde te werken is haar eigen gezondheid, waarmee ze in haar jeugdjaren problemen heeft gekregen. 18-jarige leeftijd had ik een tumor aan mijn eierstok. Ik werd niet ongesteld. En in eerste instantie dachten ze van, nou dat is omdat je veel sport, wat plausibel is. Maar het voelde gewoon niet lekker, dus het is wel onderzocht. En uiteindelijk bleek dat dus een tumor te zijn. In die zin is het allemaal goed afgelopen. Maar daarmee heeft wel die gezondheid mij nog extra getriggerd. Om te zorgen dat het niet nogmaals gebeurt. Weet je natuurlijk nooit. En omdat het mijn eierstok was en ik toch ook wel kinderen wilde in de toekomst, vond ik dat ook wel heel belangrijk. En dat is gelukt, want in mei verwacht Maaike haar tweede kindje. Ik vind het fijn om mensen op een natuurlijke manier gezond te kunnen houden. Ja. En als het niet lukt, dan moet het ziekenhuis het doen of een arts of wie dan ook. En dat is ook goed. Dat was het. Wist jij dat Maaike zo ziek is geweest? Nee, en eigenlijk schrok ik daar wel een beetje van. Ja. Maar
ja, gelukkig dat het goed is gekomen. En dat ze dus het tweede kindje krijgt. Wel echt super gaaf. Leuk. Echt leuk voor haar. Zou jij nog een kindje willen? Ja, maar er moet er wel een man in mijn leven zijn, hè? Anders lukt het niet. Ik kan een oproepje doen. Hoi! Nee, alles komt als het komt. Laten we het zo zeggen. Was jij zenuwachtig voor een Olympische Spelen? Nee. Ben je zenuwachtig voor een reunie? Eigenlijk, ik ben nu zenuwachtiger als toen. Veel succes! Dat komt goed. Ik hoop het. Kom maar. Clubgenootjes, zijn jullie er klaar voor? Mag ik een heel hard applaus voor Elvira Bex? Wauw, zoveel. 30 graden boven. Wauw, wat leuk. Ah, Pieter! Je mag erheen, hè? Oh, ik heb hier een ketrap naar mijn ogen. Zoveel mensen voor mij. Oh, mijn god. Wel, als je mijn hart hoort. Ik heb kracht naar mijn ogen. Kunnen we dat overnieuw doen? Wauw, wat leuk. Hey, Pieter. Wauw, dit is lang geleden. Dat is 100 jaar. Oh, oh, ik denk, oh, dat is serieus. Ik vind het ook niet leuk. Wow. Kijk eens. Echt ongelooflijk. En de buik ook wel, hè? Ja, dat zag ik. Beneden allemaal. Hey, en mij. Ik heb nog een jong punt. Kijk eens. Kijk eens. Nou, echt waar. Je bent niks veranderd. Oh, echt? Ja. Dus vooral als verzorgende. Ben ik het voor je? Nee, je bent, ze staan daar klaar voor je op Skype. Angelique Swinkels, je oude trainster. En Sandra Vermeulen. En je moet de headset opzetten. Angelique, ja, die ken ik wel. Kijk. Oh, ik krijg een heel groot Oh, dan moet ik andersom. Anders gaat het niet. Hallo? Hoi! Wauw, je bent niks veranderd. Is iedereen voorzien? Ja. Oh god. Nou, ik vind het super, super leuk dat jullie hier allemaal zijn. Oh. Ik werd geseind. Hoi. Maar geniet ervan. En ja, ik hoop dat we meer contacten met elkaar zullen onderhouden. Dankjewel. Dat is dus 25 jaar geleden. En dat wordt heel dik. Confronterend, hè? Ik heb eigenlijk met geen één van de meiden contact. En dat gaan we nu wel weer oppakken. Nou, het is natuurlijk heel leuk om al die koppen weer te zien. En die meiden die zijn allemaal geen meisjes meer, maar moeders geworden. Het is echt gewoon weer... Ja, vanouds. En ik zie toch wel weer de vriendschappen terug. Dat ik denk, ja, dat was het toch ook wel. Het was hard werken, maar het is ook gewoon een familie. Toen de uitnodiging kwam, waar ik ook wel even over na heb moeten denken. Van ja, is dat iets wat ik wil? Omdat ik ook wel van mezelf besef, van ja, er zouden ook best wel wat emoties naar boven kunnen komen. Die ik misschien helemaal niet, waar ik eigenlijk niet zo op zit te wachten. Het heeft vaak toch een beeld van keihard trainen en onder een streng regime worden gedrild. Maar ik heb niet de indruk dat, en dat bewijst ook de sfeer, dat deze meiden moeite hebben om elkaar en mij weer onder ogen te komen. Nee, ik had niet willen missen. Ja, en ik hoop ook wel sommige meiden wel nog een keertje weer te zien. Ja. Dit is niet Lieselotte. Dit is de zus. Nee, dit is de zus. Dit is Lieselotte. En maar goed, waar het op neerkomt, we willen zo goed en zo kwaad als het kan deze foto weer nadoen. En dat wil ik heel graag daar voor de balustrade, of jullie allemaal mee willen komen. Ja? Ja, Pieter ook? Yes! Dit was hem. Yeah. Ziet er geweldig uit. Leuk. Dankjewel. Naar de bar. Dit was hem. Clubgenoten met Elvira Bex en haar ploeggenootjes van de Hazekamp uit Nijmegen.
Volgende week mag ik gaan zaalvoetballen. En dat doe ik met niemand minder dan met record international Samir Makouki. En hij is zich inmiddels aan het voorbereiden voor de EK Futsal in België. Maar ik geloof dat turnen me net een klein beetje beter afgaat. Tot volgende week. Cheers.